Hey, hi, goedemiddag. Petra Juliano hier met Your Next Level Go Live. Ik ga het hier over zaken rondom marketing, ondernemerschap. En vandaag gaat het over de zin en onzin van online ondernemen. Ik krijg heel veel vragen van klanten en potentiële klanten natuurlijk van, nou ja, heeft het voor mij zin om online te gaan? Ja, ik zie iedereen met online programma's en zou ik dat misschien... aan mijn neus. Wat zou ik dat misschien ook moeten doen? Ja, er zit een aantal zaken aan vast waarom het soms onzinnig is om aan je online business te beginnen en waarom het ook wel soms wel weer heel zinnig is om aan een online business te beginnen. Ik denk dat eerst belangrijk is dat je focus hebt, een strategische focus. Met strategie bedoel ik mee, je kan je wel eens voorstellen dat je aan het darten ben. Misschien heb je dat wel eens gedaan in een café, dat je aan het darten bent en dan ben je op zo'n dartboard aan het mikken. Maar je weet ook dat je het spel pas echt gaat winnen als je natuurlijk in die roos kan mikken van het dartboard. En dat is eigenlijk wat je wil. Dus je wil met je bedrijf in die roos mikken van dit dartboard. Dus ga je het spel ook spelen om te winnen. En of je nou een on- of offline business hebt of een combinatie daarvan, dat maakt niet uit. Dus belangrijk is die strategische focus voor ogen te houden. Of je nou een offline of online business hebt. Wat belangrijk is bij strategische focus, dat je jezelf een aantal vragen stelt. En een belangrijke vraag daarbij is van wat wil jij creëren? En met wat wil jij creëren, bedoel ik bijvoorbeeld waarmee wil jij jouw stempel op deze wereld gaan drukken? Tot wat voel jij je geroepen om te gaan doen? Of welke verandering wil jij in de wereld zien? En welke verandering wil jij voor je klanten zien? Dus het overstijgt eigenlijk je product of dienst. Als je bij ondernemers, dan denken ondernemers al gelijk in een online programma. Maar ga uit die vorm. Ga eerst even denken aan de waarde die je biedt, aan die waarde heeft. Dat je gaat stijgen. En daarbij is de vraag: wat wil jij creëren? Heel belangrijk om die focus te krijgen. Een andere belangrijke vraag om die focus te krijgen is: hoe connecten? Dat is best wel een interessante vraag als je kijkt natuurlijk naar online business. Omdat hoe meer er meer de wereld digitaliseert, hoe meer er meer mensen eigenlijk juist dat live contact willen. Dus ik denk dat is dat live contact steeds dat wordt schaarser en steeds, maar ook steeds waardevoller om aan te gaan bieden. Het wordt steeds ook gewilder om te kopen. Dus hoe wil je jezelf met jou verbinden? Welke manier vind jij dan fijn om. Of krijg je energie van, laat ik het zo zeggen, om nieuwe mensen te ontmoeten? Hoe werkt het nou voor jou en hoe zou je dan nieuwe klanten willen aantrekken? Als je al weet hoe jouw energie in elkaar steekt en op welke manier doe je dat nou graag? Een andere manier, andere vraag eigenlijk om na te denken over jouw focus, over je strategie is: maar wie kan jij nou het beste bedienen met wat jij creëert? En bedoel ik niet mee aan wie het nou allemaal zou kunnen verkopen. Ja. Mensen kunnen verkopen. Maar welk type klant is nou het meest gebaat met wat je doet? En misschien is dat wel helemaal geen klant die dan online wil kopen bij jou. Of zijn maar een bepaald deel van al jouw klanten, zijn een bepaald type daarvan geschikt om een online product bij jou te kopen, bijvoorbeeld. Misschien moet je dan dus ook niet zo heel erg gaan promoten in je business. En welke type klanten zullen met wat je doet een echt een betekenisvolle verandering aan gaan brengen in hun leven, in hun bedrijf, in hun relatie, wat je natuurlijk ook aanbiedt. En wie gaat eigenlijk de beste resultaten halen? En vraag je dan ook af, goh, is een online programma dan ook het meest geschikt daarvoor? Past dat eigenlijk wel het beste bij wat ik doe? En een andere vraag rondom strategie is: hoe wil jij dat deze type potentiële klanten gaan reageren op de waarde die jij in de wereld zet en hoe je het aanbod doet? En hoe wil je dat ze gaan reageren? Wat is eigenlijk de impact van wat jij doet op anderen? Dat is eigenlijk de onderliggende vraag. Het soort rimpel-effect. Als je ripple-effect zeggen Engelsen ook wel eens, wat is het ripple-effect van wat je doet?
En die vragen heb je eigenlijk eerst te beantwoorden en eerst over na te denken en te beantwoorden deze. Alvorens je al gaat nadenken over of online business, überhaupt als je denkt over, wil gaan nadenken over ondernemerschap eigenlijk. Online business, besef wel, is eigenlijk een heel nieuw soort bedrijf dat je gaat neerzetten. Dat is als mijn ervaring. Ik ben er zijn ruim twee jaar bezig met een online business. En het was echt een heel nieuw bedrijf. Wat ik echt stap voor stap moest opzetten. En het heel veel tijd en energie heeft gekost. En waar je ook niet meteen echt goed mee gaat verdienen. Ik heb dat is een artikel geschreven. Dat gaat over de 19 redenen om nog niet, in ieder geval met je online programma te beginnen. Het kan zijn dat het voor jou nou wel heel erg belangrijk is. Kijk, de meeste klanten die ik help met online business zijn klanten die al heel veel ervaring hebben met offline. Die ook met groepen hebben gewerkt offline. Want ja, met online, als je snapt, ga je meestal meteen schaalbaar werken. Ga je meteen met meer mensen werken. Als je natuurlijk geen ervaring hebt om met groepen te werken. En hoe je content, wat je maakt, de lesstof die je maakt, af kan stellen op groepen. Dat is namelijk een ander verhaal als je één op één werkt qua lesstof of met een groep. Dan is het wel belangrijk dat je daar eerst ervaringen hebt opgedaan in de offline wereld. En dan kan je het ook makkelijker over de bühne brengen in de online wereld, in een online programma. Een belangrijke reden om nog niet meteen met je online programma te beginnen is als je nog niet echt een expert bent. En natuurlijk ga ik ervan uit dat je absoluut een expert bent in wat je doet. Maar ik heb zelf 20 jaar ervaring in wat ik doe. In marketing, ik kom niet net kijken in de marketing. Ik heb 20 jaar in het bedrijfsleven gezeten. Ik moest daar ook business opbouwen. Dus ik weet hoe dat gaat. Ik kom zelf uit de online business. Dus dat scheelt ook. Dus ik was ook niet meteen iets van, techniek of wat dan ook. En, maar goed, het is belangrijk wel om echt een expert te zijn in wat je doet. Ik zeg over mezelf gaat niet om uit te sloven of wat dan ook. Maar het is meer om aan te geven dat je niet zomaar moet dat zomaar over de bühne moet gaan brengen. Zo'n online business. Dat je echt goed over na moet denken. Ook wat is mijn expertstatus? En hoe kan ik dat dus eigenlijk weer leveragen? Hè? Kan ik dat weer op gaan schalen? En als je weinig ervaring hebt met wat je zelf brengt. En daarnaast ook nog weinig ervaring hebt met ondernemerschap. Dus met marketing, sales, social media, business bouwen. Zou ik echt niet zomaar online business gaan doen. Ik zou dan eerst echt aanraden om 1-op-1 live met klanten te gaan werken. Ook wil ik aangeven dat online business, ik zou dat niet als eerste doen, dus ook in je bedrijf, als je net start met je bedrijf. Je hebt echt alle tijd en expertise nodig om sowieso eerst een product marktklik te vinden. Dat is eigenlijk het allereerste wat je hebt te doen. Als je net start als ondernemer, is er een klik, dus wat jij aanbiedt, je dienstproduct en de markt. Dat moet een hele goede klik inkomen. Richt jij je echt op een duidelijk punt in hun klantreis? Gaan zij dan ook echt de resultaten behalen die zij willen behalen? En dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. Je eerst echt naar die klik gaat kijken. Heb je een klik? Is er een klik tussen jouw dienstproduct wat je brengt en de markt, de behoefte van die markt die er is? En ik zou het doen als je net start met je bedrijf, dat je echt 1-op-1 gaat werken. Dus vanuit die klik die er is. Als je veel ervaring hebt voor in je vak, zou je ook gelijk met high-end kunnen gaan beginnen. Anders zou ik iets gaan vormen waarbij je ervoor zorgt dat jouw klanten bepaalde taken kunnen verrichten. Bepaalde resultaten kunnen behalen, laat ik het zo zeggen. En ze hebben natuurlijk bepaalde taken te doen om naar een bepaald resultaat te komen. En die taken kunnen ze dan verrichten in wat jij offline gaat brengen. En die resultaten gaan ze bereiken. Dus die stappen, die taken naar het uiteindelijke resultaat gaan ze dan bereiken. En dat is wat ik dan in elkaar gaan zetten.
online programma, wat ik ook over wil zeggen, is: zijn er eigenlijk niet om te experimenteren. Als je net een nieuw product, een dienst hebt, zou ik niet dat gaan doen via een online product. Dan zou ik dat eerst gaan testen offline. Ik leer klanten altijd eerst sowieso te testen, prototypes te maken van hun dienst en hun product. Het lijkt me veel slimmer. En dat heel goed in de markt te gaan testen, net zolang dat je daar goed tevreden over bent, er meer reuring om komt. En dan zou je eventueel ook dat online kunnen uit gaan zetten. Maar eerst genoeg cashflow daarvoor gaan genereren. En voor je offline product en dan pas eigenlijk de online business verder gaan uitbouwen. Ja, wat wilde ik nog meer over vertellen? Ja, je hebt eigenlijk, als je geen zin hebt om heel veel met e-mail marketing te doen, dan zou ik ook niet met een online business aan de slag gaan. Een online business is heel veel push. Is heel veel online zichtbaar zijn. Als je dat misschien leuk vindt, oké. Maar je zegt ook dat je veel meer e-mail marketing hebt te doen. En ik doe zelf nu webinars. En dan doe ik rondom mijn webinar wat 2 tot 3 keer per week. Stuur ik een e-mail uit dat mijn webinar er is. Want ja, ik verkoop dat online, een product dat ik heb. Dus dan ze beseft dat ook dat voor jou zal gelden. Je kan natuurlijk ook aan de slag met lanceringen. Dus dat je zeg maar 2 of 3 keer per jaar een bepaald moment kiest om een online programma te gaan doen. Dat is ook een mogelijkheid. Maar dan nog is het wel een heel geconcentreerde periode dat je heel veel hebt te e-mailen. En daarnaast ook het hele jaar door heb je toch wel aandacht te besteden ook aan wat je doet. Dus de e-mailing blijft sowieso nog wel veelvuldig. Maar rondom je lancering ga je ook heel veel e-mailen. En soms heb je wel minimaal, laat ik zeggen, 10 e-mails nodig. In een redelijk korte tijd voor te gaan schrijven achter elkaar. En waar een goede storyline in zit. Zodat mensen steeds dichter en dichter bij je product komen. Dus meer bewust en bewust worden van de urgentie daarvan om te gaan kopen. Dus dat betekent dat je heel veel copywriting, heel veel e-mail marketing hebt te doen als je met een online business aan de slag gaat. Ook een groot misverstand is dat zogenaamd, ja, ik vind dat wel een heel grappig misverstand eigenlijk bijna, dat je voor een online business zogenaamd geen sales hoeft te gaan doen. Nou, forget it. Online business vergt heel veel sales. Wat heel veel online goeroes jou niet vertellen, is dat zij, zeker in het begin, kijk, de hele grootte der aarde heb ik het nu even niet over, maar over een aantal gerenommeerde online internetmarketeers hier in Nederland, waaronder ook ikzelf, maar ook een aantal bekendere, misschien nog bekendere namen hier in Nederland, die een online business hebben opgebouwd, hebben allemaal sales gedaan. Dus mensen nabellen, bijvoorbeeld als ze een webinar hebben gedaan, of tussendoor nabellen. Echt, als je nog niet een grote naam hebt, is het echt wel een ding om online te gaan verkopen. Besef dat de conversie gewoon echt veel lager is. Als ik een webinar doe, dan weet ik bijvoorbeeld dat, stel dat 60 mensen zich inschrijven, dan zult toch maar 25% zich aanmelden. En de conversie daarvan, van het aantal mensen dat dan het programma zal kopen, ligt meestal tussen de 1 en 2%. Als je naarmate je meer en meer ervaring hebt, gaat dat echt veel beter. Ik heb nu veel hogere conversies. Maar er zit wel 3 jaar ervaring aan vast in online business. En in webinars doen. Dus besef ook dat daarin. dat het ook voor iedereen weer anders is. Dat je dus een lage conversie hebt. Veel lager dan als je bijvoorbeeld, stel je gaat een live presentatie doen voor een groep. En jouw verhaal doen. En dan zit daar voor je. Het vertrouwen, de know, like, trust, gaat dan veel harder dan als je een webinar doet. In een webinar heb je dat, ze zien je niet altijd. Soms zie je,
kan zijn dat je jezelf even wel laat zien. Maar het is anders dan live contact. En als mensen je live zien, dan, ja, dan zit er toch een ander soort zintuig, zou je bijna aan kunnen zeggen. Zodat ze makkelijk met jou kunnen connecten en willen aannemen dat jij echt iets voor ze kan betekenen. En dan wordt het ook makkelijker voor hen om iets bij je te kopen dan als je het online doet. Dus dan is het toch meer, nou, ik ga wel weg. Of nou, ik denk er nog wel over na. En tijdens zo'n een gratis presentatie kan je altijd nog iets aanbieden. En of eventueel ook een gratis gesprek nog aanbieden. Dus de kans is echt groter dat je meer verkoopt, een hogere conversie hebt als je live contact hebt met potentiële klanten dan online. Mits je natuurlijk al een hele grote naam opgebouwd, maar dat is echt een ander verhaal, zal ik maar zeggen. Dus dat kan je echt niet met elkaar gaan vergelijken. Wat vind ik? Ik had nog een paar punten die ik. Als je het heel belangrijk vindt om een diepe en warme relatie met je klant op te bouwen, is online wel ook wat minder geschikt. Mits je het op een hele slimme manier anders gaat doen. Ga ik het nou niet over hebben, maar je kan zeer zeker wel natuurlijk via online business een diepe en warme relatie met klanten opbouwen. Dat geloof ik zeer zeker wel. Maar met offline gaat het gewoon weg sneller. En veel makkelijker, wordt het ook echt veel, veel makkelijker voor je. Wat wilde ik ook weer vertellen? Dat het een beetje onzin is met online business, dat het zogenaamd passief inkomen is. Het bestaat sowieso niet zoiets als passief inkomen, wel residueel inkomen. Kijk, passief inkomen houdt in dat je dus niks hoeft te doen. Nou, als je een online business maakt, opzet en je wilt passief inkomen eruit halen, dan betekent dus dat je het als zichzelf moet gaan verkopen. Dat kan ook natuurlijk gewoon. Dan heb je daar wel een systeem voor nodig en dat systeem moet je gaan automatiseren. Maar je hebt eerst dat systeem nodig. Dus het is veel beter om eerst een offline business te hebben. Daar leren het systeem voor te krijgen. Wat is nou het systeem wat daarbij hoort? En als je dat systeem weet, dan kan je dat systeem weer gaan automatiseren. Anders heeft het niet zo heel erg veel zin, namelijk. Dus dat is wel een hele belangrijke tip die ik wil meegeven. Dus passief inkomen is dus vrij onzinnig verhaal. Dat zal je allerlei funnels aan moeten gaan koppelen. En ook die funnels hebben weer geen zin als jij niet weet wat je strategische focus is. En jij niet weet wat de juiste copywriting is. Want funnels, sales funnels vallen en staan bij goede copywriting. Dus en in de flow van die copywriting. Dus dat is echt een hele belangrijke om te onthouden. Een online business is ook niet echt geschikt voor je als je niet geen zin hebt om nieuwe dingen te leren. Want ik merk dat bij eenmaal die online business gestart, dat ik voortdurend nieuwe dingen moest gaan leren eigenlijk. En dat was echt een enorm heftig ding. Had ik niet van tevoren gedacht dat ik zoveel nieuwe dingen moest leren. Wat ook belangrijk is dat je goed moet nagaan dat het niet goedkoop is altijd om een online business te bouwen. Want je hebt soms ook wel mensen nodig die je daarbij helpen. Ik had een heel systeem, een online membership daarbij nodig om te laten maken. En die is allemaal ook gebouwd door iemand anders. En dat heb ik ook allemaal moeten betalen. Dus er zitten best wel veel back-office kosten aan vast. Dus ook dat heb je ook goed rekening mee te houden. Ik zal even kijken of ik nog wat dingen voor je heb. Ik denk dat ik de belangrijkste zaken wel heb genoemd. Ik zal ook de link neerzetten van het artikel dat ik ooit heb geschreven over de 19 geheimen van al die online business gurus jou niet vertellen over het maken van online programma's. Dat zal ik ook zeker hier onder zetten. Dan kan je daar ook naar kijken. Mocht je nog vragen hebben, misschien wil jij ook starten met een online business.
maar weet je niet zeker of je dat moet doen. Ook zeker ook in de aanleiding van de dingen die ik je heb verteld. Laat het dan weten. En dan kom ik bij je terug. Je kan natuurlijk ook gewoon vragen stellen hieronder. Dus graag gedaan. Heel erg bedankt. En ik zie je weer echt weer volgende week. Hoi hoi.